Hebben jullie nog lang nagenoten van overwinning op Feyenoord afgelopen weekend? Hey god. Hey, oppas hè. Die plaatsing. Mag nu ook niet misgaan. Nee, natuurlijk niet. Ik denk wij niet eens aan. Wij denken gewoon om... Nee, natuurlijk geniet je ervan. Ik bedoel, wat we al eerder hebben aangegeven. Je hebt die wedstrijd van tegen Heerenveen verloren. Tegen Feyenoord moet je eigenlijk winnen. Hebben we gedaan. Een topper in Nederland, in eigen huis. Die win je. Dus 3 punten was het belangrijkste. Dat geeft ook maar een beetje aan dat voetbal eigenlijk ook maar weer relatief is. Hè? Want voor die wedstrijd, als jullie zouden verliezen, dan is het crisis bij wijze van spreken. En nou win je en dan sta je gewoon weer bovenaan. Ja, inderdaad. Natuurlijk, soms zit je in een wat benauwde positie. Uiteindelijk win je hem. Kruip je daar wat uit. En nu moeten we die reeks vasthouden en doorzetten. Donderdag, de kraker tegen Putten. Zijn jullie er klaar voor? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, natuurlijk is het een amateur. Iedereen verwacht dat er gewonnen moet worden. En dat moet ook gebeuren, dat willen we ook. En we gaan er met de goede groep naartoe, denk ik. Meer weet ik er nog niet van. Dat moeten we nog bespreken. Ja, hoe moeilijk is dat? Ik bedoel, je hebt afgelopen zondag natuurlijk een wedstrijd gespeeld tegen Feyenoord. Beter gekeizen die krijgen eigenlijk in Nederland. Hoe moeilijk is het dan die knop om te zetten? Ja, dat zou geen probleem moeten zijn. De beker willen we dit jaar verder komen dan de afgelopen jaren. Waar we snel eruit vlogen eigenlijk. En uiteindelijk maakt het niet uit wie er op je pad komt. Of het nou een profclub is of een amateurclub. Dat moet gewonnen worden. Natuurlijk weet je daar zo'n uitwedstrijd bij zo'n club, dat leeft natuurlijk al weken. En daar moeten wij mee omzien te gaan. En met onze kwaliteiten moeten we daar gewoon winnen. Verwacht jij veel veranderingen eigenlijk aanstaande donderdag in de ploeg? Geen idee. Dat gaan we de komende dagen beleven. Maar het zou wel logisch zijn dat ook wel jongens aan dat speler toekomen die normaal op de bank zitten. Lijkt mij tegen deze tegenstander. Dat zou kunnen. Er zullen misschien spelers gaan spelen die normaal wat minder aan pas komen. Maar dat weet ik niet. Dat zou je aan de trainer moeten vragen. Zou jij even als aanvoerder meneer Hendricks op zijn dingen? Want hij is heel irritant. Hij heeft geen ballen meer, dus we zijn veilig. Heel goed. Thank you.